Zo. Hebben ze weer wat te eten, hè? Manneke, hey. Ja, daar zijn we weer. Nou, ik heb dus sowieso lekker van Maggie deze soep gekocht. Een hele goede middag allemaal. Mijn naam is Karin Stamman van der Werf. En mijn man die is, heet Roderick Stamman van der Werf. En samen met ons mooie roedel ja, vormen wij dus gewoon familie Stamman van der Werf. Ja, en het is vandaag, by the way, donderdag 2 juli. Het is nu net 10 over 12 geweest. Zoals je wel kan zien achter mij op de klok. En ik ga deze toren weghalen. En ik ga een oude kooi weer terug doen. Want ik merk en dat ze niet zo heel fijn vinden in deze kooi. Dus deze kooi ga ik ook weer terugsturen. Helaas. Maar het is eenmaal zo. Yep. Maar we wensen jullie heel veel kijkplezier bij deze gloednieuwe vlog. Zo. Meneer en mevrouw heb ik hier weer in. En ze bewegen weer zich vele malen meer. En dan in een andere kooi. Dus ja, ik vind dit toch wel weer fijner. Dat ze zich weer fijn voelen. Hè? Ja, ja, manneke. Ja. Ik ga alles lekker daar neerleggen. Alles ga ik lekker hier neerleggen. Ja, omdat ik dat leuk vind. Zo. Iets meer licht. Ja, voor de mensen ook thuis iets meer licht. Zo. Nee, alles wat op de grond. Nee, meneertje. Nee, even wachten tot ik alles erop heb. Meneer Haaibai, jij, jij, ja. Jij, jij. Jij, jij, ja. Je bent meneer Haaibai, wist je dat? Nee, nou dan weet je dat nu. Wachten, meneertje. Koekenpeertje. Je krijgt veel meer, ja. Zo. Hebben ze weer wat te eten, hè? Manneke, hi. Ja, hi meisje. Het vrouwtje zit lekker in het huisje. Oh, 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 oh. Ze voelen zich hier toch wel fijner in, hè? Ja, nou ja. Het is maar zo. Het is niet anders, hè? Nee. Heb je gemist, hè? Oh, je denkt, nou, ik pak die er maar uit. Groot gelijk, hoor. Oh, heerlijk. Je was zo'n klein in die mini kavertje. En nu? Je kan hem gewoon aaien. Nou, vindt hij niet leuk? Nou, sorry, hoor. Het is niet dat je kwaad werd. Ik doe niks. Allemaal lekker eten. Nog helemaal lekker eten. Jullie. Nou, ik zit lekker op de fiets. Lekker, zodat je wel kan zien dat ik op de fiets zit. Ja, eigenlijk mag dit dus nou niet wat ik aan het doen ben. Maar ja, hoort er ook helemaal bij. Hè? Risico's nemen. Hé, het is mijn dagje weer wel. Zo, ik heb nu net het lekker door gefietst. 5,85 kilometer. Dus bijna naar de 6. Ja. En zo blijf je bezig, ja. Maar dat maakt niet uit. Nee, ik heb het warm. Ik zweep met de tandjes. Yep. Wij gaan zo meteen lekker naar Rotterdam. Hé, hé, hé. Kijk, ik zie wat. Hé. Hey. Hi, Goldie. 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 Ja. Een beetje goudkleurig, hè? Ja. Ja. Nee, maar ik wil eerst zo nog even een ijsje.
En dan gaan we daarna eventjes naar Rotterdam toe. Eventjes een boodschapje scoren. En brood hebben we genoeg, hè? Of heb jij nog niet meer? Oké. Okay. Dus even kijken of Jenny nog wat wil of zo. Of voor bolletjes of zo. En Corrie, die heeft nog genoeg. En kan jij eens even vragen of misschien eventueel Danielle mee wil? Hoe bedoel je? Hallo. Hoe? Ja, maar misschien is ze weer terug. Nee, ik wil die. Maar misschien is ze weer terug. Ja, ja. Eventueel. Mogelijkwijs. Hi. Vertel, wat gaat er door je heen? Morgen examen. Ga je wel redden? Ochtends vroeg. Nee, heb vertrouwen. Ja, maar ochtends vroeg. Ja, en die van 9:15 en dat was zo ook ochtends vroeg. 8:30 ochtends vroeg. Ja, maar je hebt je grote vriendin bij je, dus dat scheelt. Je gaat het redden. Mm-hmm. Ja. Maar we gaan dus nu eerst naar. Watje Knar. Ja, naar. Stichting Isaac en de Schuttering. Ja, en ons voedselcentrum. Het voedselcentrum waar je eten kan krijgen. Is lekker. Ja, zo. Iedere keer als we er bijna zijn, dan gaat het verkeerslicht op groen. Handig. Ja, precies. Maar we hebben dus boodschappen gedaan ook weer bij het voedselcentrum Isaac en de Schuttering. Daar ben ik een mooi bedrag van kwijt, maar ik ga hem nog niet vertellen. Want ik ga nog zo meteen even mijn tas even unboxen. Hoe deed je dat? Unboxen? Ja, precies. En en dan mogen jullie de prijs mooi raden onder de comments. Onder de comments. Ja. Handig. Het is onder de 10.000 euro. Ik zeg helemaal niks. Nee. Minder dan 10.000 euro. Ja, precies. Maar oké, hebben we ook nog eventjes bij de Jumbo even weer boodschappen gedaan. Eventjes weer uit de 70% bak. Ja. Sowieso, erg handig. Ik zoek nog die 100% bak, maar die zie ik niet. In week 33 komt bij ons hier in de lokale Jumbo een hele mooie grote bak. Ja. Dus, nee, dat is geen 100% bak. Dat is wel jammer, want die zijn er niet. Nee. Precies, maar we zien jullie thuis. Ja, daar zijn we weer. Nou, ik heb dus sowieso lekker van Maggie deze soep gekocht. Dan heb ik deze curry madras. Dan heb ik 1, 2, 3 komkommers. En dan heb ik dus nog eens een keer tomaten. Ja. En dan heb ik 1. 2, 3, 4, 5, 6 paprika's en nog 2 puntpaprika's en nog een lekkere sla. En heb ik 1, dat is 3 roze en 2 paarse en 1 groene en 1 blauwe. Ja, dan mogen jullie dus raden hoeveel ik hiervoor kwijt was. Oké, en dan heeft Ro ook nog wat gekocht. Ik heb al eentje opgegeten. Helaas zit hij er niet bij. Maakt niet uit. Dit was het allerduurste. Dat mogen ze lekker raden van hoeveel. Ik heb een prijs op, maar dat klopt niet meer. Nee, maar dan mogen ze gaan raden hoeveel jij daarvoor hebt moeten betalen. Ja, dat is goed. Dat is leuk. En als je dus bij je boodschap hebt gedaan, bij voedselcentrum Isaac en de Schuttering, krijg je dus lekker bolletjes of brood, wat je maar wil hebben, mee. Dus eigenlijk maar een halve tas vol met brood krijg je. Lekker hè? Lekker. Ja, dacht ik al. Ja, een hele goede avond alweer. Ja, dat gaat hard. Maar wij gaan deze vlog gezellig samen afsluiten. Ja, vond je deze vlog nou leuk? Ik zou zeggen, abonneer hier. Doe het belletje gelijk aan.
En dan kun je hier gelijk het mooie duimpje omhoog doen. En als je nou toch bezig bent, waarom dan niet een leuke reactie hieronder achterlaten. Ja. En we hebben vandaag ook een heel leuk gesprek gehad met de dame bij de Jumbo. Dus, en we wensen haar een hele fijne vakantie. Dus dank jullie wel voor het kijken. Doei. En tot morgen bij een gloednieuwe vlog. Doei. Doei.